Ik ben John van Haarlem. Ik ben vertegenwoordiger bij EVC Verpakking, sales manager eigenlijk. En ons bedrijf maakt impacttafels. Wij zijn producent van werkplekken die onder andere gemaakt worden voor impactactiviteiten. Ons doel is om impactafdelingen in te richten op een zodanige wijze dat men meer efficiëntie kan krijgen op de werkvloer. Oké. Dat beantwoordt eigenlijk direct al de eerste vraag. Hè? In hoeverre jullie met Fit for the Future bedrijven gereed kunnen maken voor de toekomst? Klopt. Ja. We helpen zeker de bedrijven om te besparen, wat je vaak ziet als uitgangspunt. Ergonomie is natuurlijk een belangrijk toverwoord tegenwoordig, maar om dat te combineren, efficiëntie en ergonomie, kan je inderdaad met minder mensen hetzelfde werk doen. Oké, als ik dan ga kijken naar de 5 subthema's van de beurs, energie, milieu, veiligheid, partnership en innovatie. Welke van die 5 past dan het beste bij uw bedrijf en waarom? Innovatie. Waarom? Wij bedenken regelmatig nieuwe producten om als handig hulpmiddel op die impact of in die impactactiviteit te kunnen integreren, om het werk makkelijker te maken. Daar komt ook een stuk milieu minder onvriendelijk bij werken bij kijken. Want wij maken producten om het werk makkelijker te maken, maar ook met minder afval bijvoorbeeld. En daar zijn een aantal producten van ontwikkeld door ons die echt innovatief zijn. En welke specifieke voordelen heeft uw klant daar dan van? Snelheid, netheid, ergonomie, meer tevredene medewerkers, een hogere output, dus een hoger rendement. En uiteindelijk ook een tevreden klant waar hij het weer naartoe stuurt. Want het product is beter verpakt. Oké. En als we dan kijken naar de industriële week die eraan zit te komen. Waarvoor moeten de bezoekers nou specifiek bij u op de stand langskomen? Om al die noviteiten die wij hebben, die innovatie bedoel ik en de noviteit bij ons te komen zien. Waarom? We hebben een aantal echt unieke producten waarbij we de vraag die men heeft over milieu en sneller verpakken ook direct te kunnen beantwoorden. We laten dat ook echt in de praktijk zien.